Ja, we onderbreken de uitzending eventjes, want we hebben iemand aan de telefoon hangen. En dat is onze eigen Peter Linders. Peter, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Roger. Ja, ik sta inderdaad hier op de Koninginnedijk, vlakbij de Thompsonbrug, de Luidland Thompsonbrug, oftewel de Graafsebrug. Bij de stuw die tot problemen zorgt hier in Grave, maar dat is niet alleen Grave, maar ook stroomopwaarts en stroomafwaarts. Want die twee grote pijlers zijn in feite de twee grote tegenhoudende deuren. Dus die stuw die is niet in staat, zeg maar, om het water tegen te houden. Dus het is echt wel een probleem ontstaat. Ja, het zijn een soort panelen zijn dat toch, of niet? Ja, het zijn een soort van panelen en het zijn jutten. Dus ik heb hier jukken. Ja, ik zei jutten. Jutten is dat iets anders. Maar jutten is iets anders, hè? Dat kan straks als de Maas leeg is. Ja, zeker. Maar die jukken zijn een soort van panelen. Die houden dan ook dat water tegen. Het is een enorme druk natuurlijk op zo'n stuw. Ja, en als die lekt, ja, dan wordt het probleem groter. Maar ze zijn nog wel werkwerkzaamheden, maar zijn waterwerkzaamheden zijn ze dus bezig. En daar ergens rondom zeg maar die werkzaamheden is het probleem ontstaan. Ja, wat zie ik? Ze hebben groot materiaal uitgerukt. En het is een vraag of het materiaal er al was. Want ik zie hier twee grote kranen. En, en ook een aantal boten van Rijkswaterstaat. Dus er wordt druk gesleuteld in ieder geval tot een oplossing. Normaal gesproken is de waterhoogte is 8 meter boven peil, ongeveer 8 meter. En ik hoor hier van deskundigen dat die nog niet heel erg gezakt is. Dus we schatten ongeveer maximaal een halve meter. Maar die anderhalve meter, dus waarover gesproken wordt, is de vraag van of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En er zijn al geluiden, ook vanuit de branchevereniging van de binnenvaartschippers, ik hoop dat ik het goed heb gezegd, die zeggen van het zou kunnen zijn, en dat is de verwachting, dat die einde van de dag weer hersteld is. Oh. En dan is een grote schade die we al een keer eerder hebben gehad in 2016... wordt dan voorkomen. Ja, want toen is het water 3 meter gezakt, hè? Dus we kunnen eigenlijk nog wel wat lager dan die anderhalve meter. Dan is er nog niet direct iets heel spannends aan de hand. Nou ja, ik heb zojuist ook even gekeken in de plezierhaven, de jachthaven van Grave. En ik zag wel dat het water wat lager stond, maar nog niet schrikbarend. Ik geloof wel dat zowel de woonark die daar ligt als de andere schippers die daar voor hun plezier een jachten hebben liggen, dat ze gewaarschuwd zijn. Ja, je kan niet zoveel doen, hè, maar waar moet je naartoe? Ja. De laatste meting, krijg ze juist door, die is juist gemaakt om 12:20. Is dat het peil 7,82 meter boven NAP is. Dus dat is het allerlaatste nieuws als het dat betreft. Oké, dus normaal ligt het ergens rond iets boven de 8 meter of zo? Ja, normaal gesproken wel. En het trekt ook al mensen die of al belangstelling hebben of betrokken zijn, zeg maar, bij de scheepvaart, die komen kijken. Ik zie de paardjes in de wei huppelend. Dat was natuurlijk ook meer aandacht, zeg maar. Dat is ook meer rumoer. En voor de rest gaan de werkzaamheden gewoon door. Maar het is wel nieuws van de dag. In ieder geval, Grave is het nieuws van de dag. Maar de brug is nog wel gewoon open bij Grave. Dus de auto's kunnen nog wel vanuit Gelderland naar Brabant, vice versa. Ja, op dit moment is de brug niet gestremd. Ik zie daar ook geen verkeersmaatregelen. Dus daar wordt volop gereden. Ook het vakantiepubliek. Ik zie zo links en rechts zie ik een auto met een kofferbak bovenop op de auto voorbij rijden. Dus dat kan gewoon zijn doorgang vinden. Is maar goed ook, want op allerlei andere plaatsen in het land van Cuijk, de A73, maar ook rondom Wijchen zijn al gedurende langere tijd zijn er wat wegwerkzaamheden waardoor er wat stremmingen zijn. Ja. Maar hier is dat niet het geval, dus de brug over Grave, van Grave naar Gelderland, is gewoon open. Kijk, dus het verkeer gaat gewoon door. Alleen het scheepvaartverkeer is gestremd. En ik heb ook begrepen dat de boten wat een plekje op moeten zoeken waar in ieder geval het water diep is. Dat ze niet droog komen te liggen, zeg maar. Ja, dan is dat. Ik kan hier nog niet, wat kan me van de vorige keer herinneren, dat er een enorme file ontstond voor de stuw. Maar dat is nu niet het geval, dus misschien heeft dat met de tijd van het jaar te maken, maar het lijkt tot op heden onder controle. En hoe het zich verder ontwikkelt zal ook nog wel medegedeeld worden door Rijkswaterstaat. Precies. Nou, wij hopen Rijkswaterstaat ook nog even te spreken. Ze hebben nog niet teruggebeld, maar ik ga er gewoon anders nog eventjes achteraan. We zitten bovenop het nieuws, Roger. Dus zo is dat. Blijf Omroep Land van Cuijk en ook de website volgen, want als het goed is krijgen we straks nog wat droombeelden. Die zetten we er gelijk op. Ah, continu updates. Top. Peter, bedankt voor je verslag. Onze razende reporter uit Grave. En ik heb een toepasselijk plaatje. Ik heb Wendy en Lisa met Waterfall klaar. klaar staan. Als dat nou straks weer gerepareerd is, dan is die waterval natuurlijk ook weer klaar. Ik vind het een goed plan. Oké, bedankt. Dichterbij dan je denkt.